Het is opvallend stil rond André Hazes junior. Na een geruchtmakende periode waarin hij Monique Westerberg pijnigde door van de ene naar de andere Sarah te hoppen en waarin hij vaker in de afkeekliniek zat dan daarbuiten, lijkt de inspiratie volledig op bij de scenarioschrijvers van de Hazes soap. Het leven van André is niet meer zo spannend en dat levert, in combinatie met de Hazes moeheid, een flinke dip op in de hoeveelheid media aandacht. Hij is gewoon niet zo hot meer en dat blijkt ook uit de slechte kaartverkoop van zijn comeback concert. De tickets daarvan zullen binnenkort wel cadeau worden gedaan bij een paar pakken campina vla. Laat André het erbij zitten, of begint hij de aandacht toch wel weer te missen. Van de week zorgde hij voor controverse door zijn zesjarige zoontje vol te gieten met cafeïne en nu deelt hij een foto waarop hij aan het poepen is. Bow! André vertelt in zijn Instagram stories eerst dat hij last heeft van zijn rug. Daarna vraagt een volger: Dus al een dag niet gepoept? Het is voor André reden om een foto te delen van een intiem moment op het toilet. Terwijl hij aan het drukken is, steekt hij zijn duim omhoog. Het zou zomaar kunnen dat de nood hoog was, want de achtergrond verraadt dat hij waarschijnlijk op een gehandicapte toilet zit. Daar staat vaak geen rij voor. Wat moeten we nou met dit soort hazescontent? Ook hazoloog Yvonne Kolderweijer trekt het allemaal niet meer. Ik heb een beetje last de laatste tijd van verzadiging. Gordon is een beetje de druppel en dan hebben we ook nog die Stella Bergsma, vertelt ze in haar podcast The Juice Show. Maar vooral met André is ze klaar. Ik krijg ook wel eens berichtjes als ik Juice post van, laten we het gewoon niet meer over hem hebben. Vooral over André. Laten we het vooral niet meer over hem hebben, laten we hem geen podium meer geven. Maar dat is mijn baan. Het liefst heb ik het de hele dag niet over hem. André staat anno 2023 gewoon synoniem voor saai, vindt Yvonne. Toen het relevant en juicy was met Sarah Soel, het vreemdgaan, de verloving, het verbreken daarvan en de verslaving. Dat was juice en nu is het gewoon echt boring. Dan denk ik: Eigenlijk heb ik het het liefst gewoon niet meer over hem. En de mensen willen het er ook niet meer over hebben.